Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Ik wilde eigenlijk de vlog gisteren beginnen, maar ik had hier zoveel gedaan. Dus ik dacht, ik laat het wel even. En mijn laptop ging gisteren ook niet meer aan ineens. Dus het was een beetje een rare dag. Maar vandaag, ik heb al vandaag geëdit. De vlog voor morgen. Die staat er als goed is nu al op. Maar ik ga vandaag met mijn nichtje naar Kimberly toe. Die was woensdagjarig, 7 jaar geworden. En dan gaan we sushi eten, gezelligheid. Ik weet niet tot hoe laat we daar zijn, maar ik ga haar straks ophalen met mijn oma, mijn nichtje. En dan gaan we naar Kimberly toe en ik neem jullie gewoon lekker mee vandaag. Hoi oma. Hey. Wat gaan wij vandaag doen? Naar Kimmy. We zijn met Jane. En we gaan naar Kimberly toe. En er is hele erg file. Dus ik hoop dat we een beetje door kunnen rijden. Want ik heb honger. Kort voor 4. En het is nu 20 over. Oké. We zien jullie zo. Peace. Peace. Laat even zien wat je hebt gekregen van je birthday. Een babyboard. Oh, ze is echt heftig aan het huilen. Oh mijn god. Deze baby. Kijk. Oh, ik moet echt water naar die ogen. Ja. Maar hij kan geluid maken, dus we moeten... Oh, je broek is nat. We moeten even uitzoeken waar dat vandaan kan komen. Ja. Het stond op die verpakking, hè. Maar geen geluid. Jawel, hij kan geluid maken. Of ja, zij. Ik was er eventjes uit, maar sorry hoor. Ik wilde mijn koffer gaan inpakken, maar toen dacht ik, zal ik alvast laten zien wat ik heb gehaald? Ik ga het niet aantrekken, maar ik ga wel laten zien wat ik heb gehaald. En ik ga volgende week op vakantie, dus I needed some new goodies. Een paar gewoon basic dingen die ik daar nodig voor had. En een paar skincare producten heb ik ook nodig. En ik wil ook even mededelen dat als ik op vakantie ben, ga ik sowieso vloggen. Maar dan krijgen jullie eventjes geen vlogs te zien van mij. Ik ga ook echt vakantie nemen. Dus niet op vakantie gaan editen en zo. Dat wilde ik wel. Ik wilde gewoon, als ik daar tijd voor had, gewoon een paar video's gaan uploaden en zo. Maar ik dacht, nou ja, weet je, ik ben ook op vakantie. Laat me gewoon even chillen. Maar, laat me jullie laten zien wat ik heb gehaald. Laten we beginnen met ASOS. Dat is het meeste. Oké, ik had natuurlijk die ene rok gehaald. Dat ik in de vorige vlog laat zien. Die rok van ASOS. Deze. Oh, deze. Nou, ik heb dus nu ook het topje ervan binnen. En hij is echt amazing. En dit is ook gewoon leuk om zonder, zeg maar, die rok aan te trekken. Dus gewoon met een jeans of zo. Deze blouse. En ik wil dit dus met een neongroene top aantrekken eronder. Helemaal cute. Dus die gaat sowieso mee. Dan heb ik dus een bikini. Ik vind hem eigenlijk een beetje te klein, maar volgens mij is dat het model, dus ik ga hem gewoon houden. Hij staat wel echt heel mooi en I've been working out, so. Dus deze bikini, echt heel mooi. Als ik dan ook nog mijn
Summer Glow heb. Oh my god. En het topje. Dus het topje is dus een beetje aan de kleine kant. Het bedekt echt alleen mijn tepels. Maar volgens mij is dat echt het model. Want dit is een 38. Dus we're gonna see. En als ik me niet comfortabel voel, dan heb ik nog andere bikinis die ik kan aantrekken. Dan heb ik dit oversized t-shirt dress. En deze heb ik gewoon gehaald voor als het in de avond iets frisser is. En ik wil niet een hele broek en een lange shirt aan doen. Dan doe ik gewoon dit aan. Lekker comfy. En deze is van Collusion. Oh, trouwens. Een bikini is van de Reclaimed Vintage. En die jurk is van ASOS zelf. En deze is dus van Collusion. Er staat een leuke print op. Ook aan de, bij de mouwen. Helemaal leuk. Dan heb ik uiteraard korte broekjes. Want allemaal korte broekjes die passen me niet meer. Dus ik heb deze. Deze is van Pull & Bear. En ik heb een zwarte. Met van die festival rafels aan de onderkant. Deze is echt super leuk. Dan heb ik een oversized t-shirt. Dit is die, dat shirt die je aant als je van het strand komt. En heel even iets losjes aantrekken. En deze kleur is echt amazing. En op de achterkant. Ik weet niet wat er staat. Forces of Nature. Of Forces of Nature. Dit is toch helemaal summer vibes. Dan. Nog een oversized shirt. En het roze. Ik moet altijd iets roze hebben. Deze. Met een mountain erop. Deze vond ik ook wel cute. Deze is van Reclaimed Vintage. En deze was trouwens van Topshop. Dit is echt hele goede materiaal. Echt goede kwaliteit. Dan heb ik dit topje gehaald. Deze is ook best wel pikant, moet ik zeggen. Maar hij is wel heel cute. Dus heel mooi blauw topje. De zijkant is die open en dan kun je hem hier zo strikken met van die touwtjes. Heel mooi. En hij is van Collusion. Collusion en Reclaimed Vintage zijn echt twee bedrijven die ik het meeste uitkies op, top, of, op ASOS. Dan heb ik dit jurkje. Het is echt gewoon een cute, schattig jurkje van ASOS. En dit is wel heel leuk als ik dan zeg maar mijn haar los heb en dan zo twee plukjes zo naar achter gedraaid. Gewoon lekker cute. Gewoon helemaal leuk. Dan heb ik dit jurkje. Deze zit echt, echt als gegoten. Het is een beetje zo'n rock chick-achtige jurk. Hij is niet te kort en hij is ook niet te lang. Dat vind ik geweldig. Deze is ook van Reclaimed Vintage. En hij heeft een beetje een, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar het is een beetje een ripstof. Omdat op mijn nagels zien er niet uit. Maar in ieder geval, this is amazing. Oké, dan heb ik nog wat schoenen gekocht met de sandalen. Ik heb deze gekocht. Deze wilde ik dus ook voor Dubai halen, maar ze waren allemaal uitverkocht. Dus nu heb ik drie kleuren gehaald. Dus ik heb de zwarte. Ik heb de witte. De witte zijn eigenlijk iets comfortabeler dan de zwarte. Raar genoeg. Maar ze zijn wel heel cute. En ik heb ze ook in het groen. Helemaal amazing. Oké, dan heb ik ook nog een soort van aparte dingetjes erbij gekocht. Ik ga niet zeggen. Ik heb een lipbalm gekocht met vitamine E erin van Kokos. Deze is van Bondi Essence. Oeh. En deze is echt heel lekker. En dan heb ik ook deze zonnebrand. Het is waarschijnlijk niet, ja, er staat high, maar ik weet niet of het echt high is. Wauw. Ik heb hem één keer gewoon gesprayed om even te kijken hoe hij ruikt. En oh mijn god. Dit ruikt gewoon naar zoetheid, vakantie, beach. Gewoon amazing. Dan
heb ik dit gekocht. Het is zeep. En ik had niet goed gelezen, want er staat op dat het een bubbelbad zeep is. We hebben geen bad waar we verblijven, maar ik ga het gewoon gebruiken als zeep. Dan heb ik ook van deze oogmaskertjes gehaald. Ik weet niet of ik dat in het vliegtuig moet gebruiken of in het hotel. Maar dit is echt heel lekker. En voor die groene bikini heb ik ook deze ketting gekocht voor om mijn buik. Echt heel leuk. En dit is gewoon helemaal in die kleur. Ik weet eigenlijk niet of dit ook past bij een andere bikini die ik heb. Ik denk het niet. Dus ik moet hem echt alleen met die dragen. Of gewoon met een, met een baggy broek en een kort topje en dan dit. Ik hou op met me. Oké, ik had ook nog wat skincare producten gehaald. Omdat letterlijk alles op is. Tenminste, alles voor mijn make-up. Moisturizer heb ik niet meer. Ik gebruik elke keer de kokos of cacao boter van Journic. Dus I need some new stuff. Dus ik heb nieuwe producten ook. Echt. Ik ga het voor jullie uittesten. Ik heb de Papaya Sorbet Enzyme Cleansing Balm. Dus hiermee kan je make-up afhalen. Deze is van Glow Recipe. Dus deze ga ik uitproberen. En hij ruikt wel heel lekker. Heel zoet ook. Dan heb ik een nieuwe moisturizer. Deze wil ik denk ik echt al. Al is het 4, 5, misschien 4 jaar wil ik dit al uitproberen. Dus nu heb ik de kans. Deze is van Pharmacy. Pharmacy Honey Halo. En je hebt van dit merk ook heel veel andere producten met heel veel honing erin en zo. Waar je echt hydratatie van krijgt en zo. Dus deze ga ik ook uitproberen. En uiteraard, ik moet altijd wel een druppeltje olie hebben. En dit is een face olie van Pai. Ik weet niet, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar er zaten heel veel goede producten in. Volgens mij zat er cacao in. En nog iets, maar het staat er niet op. Dus deze ga ik ook gebruiken. En, oh ja. En heb ik ook nog een pakketje van Astrid. Dat zijn dus van die scheermesjes. Ik zie ze altijd voorbij komen op Insta, in die reclame en advertenties. En het blijken dus echt hele goede scheermesjes te zijn. Dus ik dacht, oké, ik ga het gewoon proberen. En ik heb een starter kit gekocht en die is €9,95. En dan krijg je dus zo'n houdertje. En die kan je dan tegen je muur aan drukken. Je krijgt een extra scheerdingetje die je erop kan zetten. Dus een nieuwe. En kijk even hoe leuk de packaging is. Wauw. Nou, je krijgt ook wat stickers erbij. Hartstikke cute. En dan ook het scheermesje. En het scheermesje is verrassend genoeg echt wel zwaar. Gewoon echt dat je denkt, wauw. En hier zit dus ook al een scheermesje op. Dus dan heb je deze en dan heb je nog een extra. En dan heb je ook nog zo'n houdertje die je dus tegen de muur kan doen. En dan deze zo kan laten hangen. En ik wil er eentje voor vakantie gebruiken. Voordat ik op vakantie ga. En ook eentje op vakantie. Dus eentje ga ik sowieso goed bewaren. En die andere ga ik gewoon even uittesten. Dan heb ik ook nog erbij besteld deze scrub. Want ik dacht, ja. Je moet wel eventjes een beetje in heel die thema gaan. Dus ik heb ook een scrub gehaald. En die kan je volgens mij gewoon gebruiken op de plekken waar je dus hebt geschoren. En het is ook vegan. Dus ja. En deze ruikt ook. Maar ook heel zoet. Oh. Ja, deze ruikt ook best wel zoet. Tenminste, niet echt heel zoet, maar wel een hele frisse geur. Oké, dat was alles wat ik heb gehaald. Zoals je ziet is mijn kamer echt een bende. Er zijn gewoon allemaal nieuwe spullen. Ik ga alles naar boven brengen, naar zolder. Daar is ook mijn kast, dus ik ga daar even alles uitpikken wat ik wil meenemen. En ik ga gewoon alvast mijn koffertje pakken. Ik ga ook nog dit weekend echt naar Primark toe, dus dat vlog ik sowieso ook. En dan doe ik ook even laten zien wat ik heb gehaald. Want ik moet nog iets van bikershortjes hebben. En ik zag en ik hoorde ook dat je heel veel mooie
van die seamless shorts hebt. In verschillende kleuren. Dus dat wil ik sowieso. En ik wil ook nog een nieuwe toilettas. En sowieso sokken en onderbroeken. En als ik nog iets leuks zie, een leuk jurkje of zoiets, dan dat ook misschien. Maar dan zou ik zeggen dat ik heb echt heel veel zin in vakantie. Echt gewoon... Ik heb nog niet verteld waar we naartoe gaan, maar... Het is in ieder geval wel gewoon een lekkere plek om... Calm down. We gaan sowieso ook naar feestjes toe. Maar het is ook gewoon echt een relaxende vacation. Ik heb er echt zin in. En ik ga foto's maken. Ik ga gekke content maken. Oh mijn god, jullie gaan niet geloven. Oké, guys. Ik heb een collectie gemaakt met kleren die ik hoogwaarschijnlijk wil meenemen. Maar ik weet dus niet of ik overdrijf. Het is dus... Ik ga 2,5 weken op vakantie. Dat is best wel lang. Plus... Ik ga zwemmen veel, ik ga uit, eten, foto's maken uiteraard. En dit is nog niet eens alles. Oké, ik ga het gewoon laten zien. Oké. Dit is alles. Het lijkt heel veel, maar zodra ik het... Misschien past het niet in mijn koffer. Jawel. Jawel. Maar ik denk dat zodra ik op vakantie ben, dan denk ik echt, wat moet ik aantrekken? En alles wat er nog bij gaat komen qua kleding of iets, zijn dunne kleine dingetjes. Zijn bijvoorbeeld topjes of een bikershort die echt niks wegen. Maar misschien dat ik ook niet alles meeneem. Maar ik zit even te kijken van, dit is wat ik mogelijk wil meenemen. En sommige dingen hoeven niet per se. Ik ga even kijken.